leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets moois maken met dit frame die je op verschillende manieren kan gebruiken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En dan loopt op dit moment een leuke winactie. Dus wil je daar aan meedoen, ga dan even naar de vorige video. Ik zal hem ook even hierboven neerzetten. Dus dat is natuurlijk alleen maar leuk. Het abonneren kost helemaal niets, maar ik zie dat 60% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Je helpt mij hiermee groeien en je zorgt ervoor dat ik dit soort video's helemaal gratis kan blijven maken. Dus je zit nergens aan vast, je ziet alleen leuke video's van mij binnenkomen. Dus dat is natuurlijk alleen maar leuk, want we gaan nog zoveel leuke dingen maken. Met de herfst en de kerst en af en toe een leuke vlog, dus dat zou ik heel leuk vinden. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want voor deze geldt ook weer op is op. Dus ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zou ik zo even zeggen. Soms, ik denk niet dat deze aangevuld kan worden namelijk. Dus ja, wil je hem niet missen, wees er dan snel bij. Ik heb dus deze mooie glaasjes. Je kan ze in een rondje zetten. Je kan ze recht neerzetten. Dus dat is heel erg leuk. We gaan ze eerst allemaal even vullen met oase. Dus we doen elk potje even oase. Je hebt niet zo heel veel ruimte. Maar doordat je met meerdere glaasjes werkt, ga je toch een heel leuk stuk maken. Snijd de oase recht met de glaasjes. Normaal bij het maken van een stuk, doe ik tenminste al een stuk bovenuit, maar met deze hoeft dat niet. Omdat we echt alleen maar rechtop gaan steken. Dus je kan hem gewoon gelijk afsnijden met het vaasje. Goed. Als je dat hebt gedaan, gaan we hem opsteken met allerlei bloemetjes. We gaan op verschillende hoogtes werken, waardoor je een heel speels effect krijgt. En ik ga ook laten zien wat je ermee kan doen als je hem op verschillende manieren neerzet. Zo kan je hem leuk op een rond tafeltje neerzetten voor het raam. Een mooie dressoir kast, je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Maar we gaan hem echt zo hoog op hoogte opsteken. We gaan het stukje opsteken met mooie gekleurde materialen. Ik begin met Crasperia, die steek ik in de hoogte. En ik sla ook het potje over, dus ik doe hem om en om. Wel een beetje recht natuurlijk. Ik vind het wel mooi als de bovenste net iets hoger is, de middelste. Dan heb ik mooie lisiantes en afhankelijk van hoeveel stelen die heeft, verdeel je deze ook. Eerst even twee om en om en dan zie ik dat ik nog een paar knopjes overhoud. Deze doe ik ook op de hoogte. En wat ik overhoud verdeel ik in de andere glaasjes. Dan heb ik een mooie distel en die zet ik weer net iets lager. En die doe ik ook om en om op drie plekken. Mooie limonium. Die zet ik daar weer tussen. En zoals je ziet werk ik echt met hoogte. Dan heb ik nog mooie grasjes. Dit geeft een mooi zwierig effect. Dan heb ik wat mooie roosjes en deze steek ik de kot onderin. En prachtige lampionnetjes. Superleuk. Deze blijft ook wat langer. Mocht je nou lampionnetjes overhouden, als er net eentje onder zit wat je niet gebruikt, dan kan je die natuurlijk ook kort weer tussen steken. Dus dan zou je die op draad kunnen zetten en er zo onderin kunnen doen. Dat is ook echt heel erg leuk. Om die oranje kleur in andere stukjes terug te laten komen. Mooie katamers. En die steek ik er weer wat korter in.
tamers droog ik altijd mooi in. Dat is natuurlijk super leuk. Dan een hortensiaatje. Mocht het nodig zijn, kan je hem even op draad zetten. Nu is deze al aardig stevig, dus niet nodig. Maar soms is het wel mooier om hem even op draad te zetten. En deze verdeel ik gewoon in het stuk. En kun je eigenlijk op alle glaasjes toepassen. En een beetje er rondomheen. Dat is altijd een mooi vulmateriaal. En qua kleur doet hij het ook heel erg goed. Dan heb ik nog wat oranje granen en die zet ik juist in de andere glaasjes waar niet die lampionnetjes in zitten. En deze lijkt er ook gewoon wat hoger tussenuit te komen. Dit is een beetje dezelfde kleur. En een tros chrysantje. Die kan je in dit soort stukjes heel leuk de kop tussen verwerken. Vult ook mooi op. Doe je net waar nog ruimte is, zet je zo'n wat tros-chrysantje in. Dan heb ik nog een hypericum. Mooie rode besje. Past er mooi bij. En hier vul ik ook de gaatjes mee op. Ik maak hem gerust korter, want je kunt hier korter in steken. Dus je kan een tak echt wel splitsen. En mocht je nu nog oase zichtbaar hebben, vul ik het op met een klein beetje Tillandsia. En kijk hoe prachtig al die kleurtjes en het speelse, heel erg leuk. Zoals ik al zei, kan je het op verschillende manieren neerzetten. Je kan het heel mooi recht neerzetten, maar je kan ook zo rond bij elkaar neerzetten. En kijk hoe leuk en speels het bloemstukje dan ook is. En dan heb je ook echt een heel mooi stuk. Het frame onder is gewoon echt heel erg leuk en heel apart. En maakt het gewoon net, net eventjes af. En je kunt er gewoon alle kanten mee op. Een heel mooi vrolijk stukje, maar wel met een tint naar de herfst door die lampionnetjes. En de materiaalkeuze. Dus ik vind hem echt heel erg leuk en vrolijk. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus we kunnen het gewoon naar je toe sturen. Lekker makkelijk. En ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter wat je hiervan vond. Of wat je graag zou willen leren, mag je ook altijd laten weten. En wie neem ik het wel mee. En laat ik het zien in een van mijn volgende video's. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en zien wij de volgende keer weer. Doei!